Het Radboud UMC heeft een gloednieuwe afdeling voor patiënten met tuberculose en andere besmettelijke infectieziekten. Het is uitgerust met de modernste faciliteiten en er is zelfs een VAR. Nou, wat we allereerst hebben gedaan, wat hier ook te zien is, is dat we deze kamers nu geschikt hebben gemaakt dat er zowel patiënten die geen IC-zorg nodig hebben, als patiënten die wel IC-zorg nodig hebben, hier behandeld kunnen worden. En het voordeel daarvan is dat de patiënt dus niet het hele ziekenhuis door hoeft naar de intensive care op het moment dat dat nodig is. Maar dat de IC-verpleegkundigen en artsen naar de patiënt toekomen, wat veiliger is ook voor de andere patiënten op onze reguliere IC bijvoorbeeld. Verder hebben we ervoor gezorgd dat het voor de medewerkers nog veiliger wordt door een innovatief communicatiesysteem wat past in de persoonlijke beschermingsmiddelen en wat ook werkt met het geluid van de ventilatieunit waar anders enorm veel storing door was. En we hebben gezorgd dat overal bewakingscamera's zitten, zodat we we hebben dat een VAR genoemd, net zoals in het voetbal, dat die continu kan kijken wat er gebeurt in de kamer, of er geen onveilige situaties ontstaan. Om te voorkomen dat ziektes zich binnen het gebouw verder verspreiden, wordt er met gekleurde lijnen gewerkt. Overal bijvoorbeeld in de sluizen en aangegeven met een groene lijn, dan bevind je je nog in schoon gebied, hoef je geen speciale beschermende kleding aan. In rood gebied dan moet je de meest beschermende kleding aan en dat is de plek waar bijvoorbeeld de patiënt is of het laboratorium wat we hier hebben. Of het stukje van de sluis waar uitgekleed wordt, waar zeg maar de besmette kleding wordt uitgedaan. Dan hebben we oranje, dat is een gebied wat mogelijk besmet is, maar in principe schoon zou moeten zijn, maar waar je nog wel voorzorgsmaatregelen moet gebruiken. En dan ga je weer naar de gang waar weer een groene lijn staat, omdat dat natuurlijk schoon gebied is. Bij de bouw is rekening gehouden met de historie van de plaats, waarbij vooral de tuin bijzonder is. Ja, de tuin is heel bijzonder, want vroeger stond hier een nonnenklooster en die hadden een kloostertuin. En we wilden dat ook verwijzen naar vroeger, dus deze tuin is eigenlijk ook een soort kloostertuin. Mensen bevinden zich hier langer, dus in deze tuin kan je ook kruiden plukken, je kan rondlopen, je kan vertoeven, een gesprek aangaan, er zijn bankjes. Dus het is heel afwisselend.